Het zal voor veel mensen een verrassing zijn: de Meilandjes zijn in het echte leven verstokte kettingrokers. Waarom zien we op televisie nooit hoe ze hun longen mishandelen? Maxime Meiland, die meedoet aan Stoptober, legt het uit op radio 538. Jouw vader rookt volgens mij ook, toch? vraagt sidekick Niels van Baarle. Maxime bevestigt dat. Ja, klopt. Mijn moeder ook. Niels, maar jullie roken nooit in de serie. Maxime geeft aan dat dat verboden is. Nee, maar dat mag niet. Niels, oh, dat mag niet. Maxime, nee, nee, dat mag niet. Nee, daar wordt heel streng op gelet. Het is een heel gedoe om al die sigaretten uit beeld te houden, al dus Maxime. Elke keer dat wij een sigaret in beeld hebben, of weet ik wat, dan wordt het meteen uit beeld gehaald. Daarom waren mensen heel erg verbaasd dat ik dus meedeed aan dat stoptober: van ik wist niet dat jij rookte. Niels, ik had hetzelfde. Ik wist het van jouw vader, omdat ik in de serie wel eens een pakkie peuken heb zien liggen op tafel. Maar ik dacht, H.U.H., rook jij ook? Maxime, ja, al vanaf mijn veertiende. Niels schrikt van die onthulling. Jeetje, ha ha ha. Maxime wordt in haar poging om te stoppen met roken niet gesteund door Erika. Ze zei, belachelijk, je mag al zo weinig in het leven tegenwoordig. Als je ervan geniet, moet je het toch gewoon doen? Die longen kunnen dat wel aan. Hahaha. Ha, ha. Niels collega Tim Klein een dag later, het heeft altijd iets ja, hoe moet je dat nou zeggen? Ik gun iedereen zijn sigaretje hoor en heb zelf ook jaren gehoord. Niels, het heeft altijd iets treurigs. Tim, ja. Niels is momenteel met een enorm schorre stem te horen op de radio. Tim, het klinkt overigens alsof jij gisteren ook met een sigarettendraaier in de weer bent geweest. Collega Rick Romeijn, je klinkt een beetje als de mannelijke Ragel Hazes. Ha 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 ha.